Het Rijksmonument en de enige molen op Dordtse bodem is hard toe aan een opknapbeurt. Maar daar is niet genoeg geld voor. De molenaar probeert geld binnen te harken via crowdfunding en er is inmiddels een handreiking vanuit de politiek. De VSP vindt namelijk dat de gemeente financiële hulp moet bieden. Ja, het is ook ontzettend fijn dat een politieke partij aandacht aan ons geeft. En meer geld kunnen we heel goed gebruiken. Want de totale restauratie gaat ongeveer 150.000 euro kosten. En op dit moment hebben we een kleine 30.000 euro aan donatiegeld. We hopen van de overheid, de provincie, een 65.000 euro te krijgen. We hebben dus twee acties lopen. Ons eigen crowdfunding, dat is nu op vandaag 27.000 euro. We hebben een actie vanuit de vereniging de Hollandse Molen. Dat is tot nu toe 1500 euro. Dus dat schiet niet op in de verhouding van 150.000 euro. We komen op dit moment nog ongeveer 60.000 euro tekort. Nou ja, het is de enige molen in Dordrecht. En als wij al zoveel subsidies uitgeven of geld geven aan andere zaken. En deze molen die heeft er niet om gevraagd dat die wieken, die roeden, dus kapot zijn. Ja, en ze hebben dus niet voldoende geld eigenlijk, geldmiddelen. Ja, dan moet je toch ergens te raden gaan. Maar wat we eigenlijk nog belangrijker vinden, is dat de gemeente, de gemeenteraad, de wethouders ons willen omarmen. Wij zijn een deel van Dordrecht. Hun zijn ook een deel van Dordrecht. En we begrijpen de juridische en politieke problemen om een rijksmonument te ondersteunen. Desalniettemin zijn wij een Dordtse icoon. En waarom is de gemeente niet bereid? Ja, dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Want de gemeente die heeft toch eigenlijk een stuk verantwoording toch ook voor deze molen die aan de Noorderdijk staat. Het is een monumentale molen. En ik vind dus, en als VSP zijnde, dat wij toch ons hart moeten maken dat de gemeente er toch in deelneemt. En hoe eerder dat weer draait, kunnen we ook weer op de wind malen. Want we malen nu elektrisch. Dat kost ook weer een hoop extra stroom, krachtstroom. En je bent geen molenaar geworden om een knopje om te zetten.